Ik had ik hem maar late game gek. Oh, ja. Die zijn lekker als het late game zijn. Je zou maar 4 gooien. Oh, nee. Zo close. Ik wou net zeggen, don't put it into the universe. Nou, alsnog word je niet zo blij van denken hoor. Nee, dat word ik ook niet. Kijk me huilen. Nou, doe maar niet. Hey, Sander, wil je nog een Monopoly? Nou. Mag je wel tyfus voor geld betalen, maar dat als je nog een Monopoly wil. Oeh, dat wordt meteen betalen. Lekker. Bam! Betalen. Lekker! Ik dacht even, hè. Ik denk, hij zal het wel weer doen bij mij. 3. Dat is geen 3. Dat is zeker. Milan, gezellig. Wat een perfecte Monopoly, hè. Nou, 1 stok. Ja, ik denk dat ik voor deze. 1 stok, ja. Hé, eindelijk eens een keer. Een promotion. Ik ben zo laat met promotion, holy shit. Oh, nee. Ach ja, ik, heb ook nog, ik zit ook maar op level 2, hè. Ja, helemaal zielig lopen doen. Ja. Helemaal niet nodig. Wat deed dit ook alweer? Commissie. Ja, dan bij alles wat er nu aan geld wordt verspild, zeg maar, dan krijgt Harm nog extra geld van, zeg maar. Ik heb de hele tijd achtergestaan. Nu ineens eerste. Mijn leven. In Fortress Team. Dat is wat ik het spel zo leuk vind. Ik kan zo ineens van bovenaan naar onderaan eindigen. Nou, je komt er nog doorheen ook. Ja, je komt er nog godverdomme doorheen ook. Ja, dan ga ik ook. Dat doen, denk ik. Kutzooi. Weet ik wel zeker. Stonks! Stonks! Ik denk wel dat... Probeer geld in je eigen Monopoly te duwen. Nou. Daar zit momenteel nog niks in. Daar kan je zo meteen nog investeren. Daar kan je makkelijk in investeren. Ja. Ik zou gewoon 23 doen, denk ik. Ja, ik zou gewoon al maximum erin pompen. Gaat hij toch stoks omhoog? Hoppa, 28. Let's go. En door. Rolling. Rolling like it's hot. Nee, betaling. Ja, boom. Geld. Zo krijg je nog 38 kop. Ik stond de eerste, dacht ik een keer. Maar... Ja, je stond de eerste, ja. Tot zover. Laat die poes. Ja. Geef maar. Dankjewel. Dat vind ik leuk. Ja, hij zal wel moeten. Je kan moeilijk het extra rondje gaan maken. Ja, hij had dus, alles al. Sander, als je slim bent en je komt dus op je eigen groene vakje terecht, kan je het beste dus ergens in diepe, op dat soort punten, je shops increasen. Maar als je een beetje door hebt waar mensen veel op landen. Ja, maar dat heb ik nog niet zo hard. Daar zou ik toch naartoe moeten. Ja, ik zit er naar beneden, juist om naar beneden te gaan, omdat ik de blauwe zon alvast voorbij ben. Ah, nou, maar ga omhoog. Je kan aan de kant, die maakt die meteen een stuk interessanter. 3. Wat is het? Die getallen, betekent dat ook nog een bepaalde... Is dat altijd dezelfde kaart of zo? Altijd dezelfde kaart. Alleen de volgorde. Dus hij heeft nu 3, maar het hoeft niet te zijn dat het altijd uit de 3 is. Ja, precies. Maar 3 is altijd wel dezelfde kanskaart, ja. Ja, oké. Nou, pompen. Dus als je dit spel heel veel... Ik zou 85 doen om te pompen, want dan verdeel je het meer. Ja, hè, dat dacht ik ook al aan. Fuck it, let's go! Oh, als je daar op komt, ben je fucked. Hoppa, daar gaan de stoks! Ik ga heel slecht nu. Ja, heb je wat water nodig? Ja. Zo, okay. Milan inderdaad. Maar jij krijgt bijna een promotion, hè? Ja, en straks komt iemand gewoon op die 2100. Tot zover, hey, hoor. Dit eiland, naar het andere eiland toe. Let's go. Hier kan ik wel makkelijk. Oh, ik hoef er echt nog maar 1. Je hebt er 1. Het is lekker als je die early hebt. Als je nog geen level up hebt. Ooh. It's still anyone's game. Dat is ook wel leuk nu.
Dat is ook wel zo'n lekker nummertje hoor. Zo'n banger. Een banger. Ja. Verdomme. Au. Ja, geef. Milan, het enige wat ik kan zeggen is, I know that feeling. Nee, doe me niet. Ja, of juist wel, want dan krijg je er geld voor. Nou ja. Ik vind het wel mooi om te zien dat overal nergens stok zitten. Stonks. Ja, ik heb letterlijk overal stoks. Door die ene kaart. Oh, ook dat nog. De eerste die zijn rij vol heb. Let's go! Ja. Dat is ook voor het eerst. Nou, die mag weer verder. Hoeveel waren dat? Vijf. Nou. Ook dat nog. Precies. What the fuck. Wie is donkergroen? Ik. Jordi. Niet doen. Wordt er niet wat geboden en het is al niet doen. Nee, maar niet doen. Haal het niet in je hoofd. Jordi, hebben wij wat we kunnen ruilen met elkaar of niet? Ik heb een idee. Oké. Okay. Hij gaat het nog ook initiëren ook. Dit is nog veel erger. Hey, Milan. Mag ik één ding zeggen? Jij hebt een win. Jordi hebt een win. Mag ik een keer of niet? Nee. Ben je ook gewoon. Eikel. Ik vind het zoveel beter met de CPU spelen. Ja, CPU's zijn dom. Hij maakt het zo lastig. Nee, doe nou niet. Jordi. Oh, 2 shops. Oké. Oké. Dit is nogal een goede ruil. Dat mag je ze hebben. It's Bowser's turn. Nee. Waarom niet? Hij wil het niet. Hij wil het gewoon niet hebben. Berekenen. Hij is mijn eigen. I knew it. I fucking knew it. Ik weet wat hij van plan is. Ik weet het gewoon. Godverdomme. Ah. Oeh, maar ja, ik ben er wel mee eens. Gold en een Switch. Hoeveel heeft hij hem geboden? 300 gold. Tering. Ja, I know his plan. Oh my god, Jordi, you're a genius. Het antwoord op jouw volgende vraag. Ja hoor, geen probleem. Als ik denk dat ik jouw plan weet, maar dat denk ik niet. Ik denk niet eens dat ik het weet, maar... Ik weet dus niet of dit slim is. Ik geef je bijna een halve... Naar 2 straten Monopolies. Ik denk dat het al slim is. Ik zou het ook wel doen, denk ik. Ja. Ja. Vooruit. Ik heb geen idee. Manage. Jezus. Kijk of ik begrijp wat jullie wil. Ja, ik weet het ook wel, denk ik. Over deze. Over deze. Over deze. Ja hoor. Alsjeblieft. Hebben allebei Monopoly. Lekker! Dit is een gevaarlijk bolhoord. In het eng. Ja. Yeah. Hats. Dit is dus waarom Hats. Ik heel erg zat te twijfelen of ik het wel moest doen, want ik had Hats. Al het gevoel alsof... 975 uit zichzelf! Oh, deze doet ook zeer! Oh, dit wordt alleen maar leuker. Dit wordt alleen maar leuker. Ja, Jordi, die bonus rij vol, dus ik krijg ook 200 gold. Wat een kutspel. Dat zegt hij altijd als het goed is, als het slecht gaat. Vind ik echt machtig. Oh. Hij moet nu wel stocks verkopen. Oeh, hij moet uitbelen. Bam. Milan, waar sta jij? Vlak bij de bank, geloof ik. Ja, volgens mij is hij nog inderdaad dicht bij de bank. Mm-hmm. Ja.
Nou, oké, dan is de volgende arcade, want iedereen beweegt nog maar één per keer. Dit is echt... Dit potje is heel snel veranderd in een Doom game. Slurp. Memory block. Als je nu level up krijgt, dan heb je echt binnen. Hij zit ertussen. Dan heb je echt geluk. Level up is geen level up. Level up gaan de shopsprijzen gewoon flink omhoog. Dus 10%. Toch? Ja, 10% voor iedereen. Het is geen level up, dat is te broken. Dat dacht ik. Nee. Iedereen krijgt geld, behalve ik. Oeh, die moet Oh my god. Dat is dan niet het doel. Oké, kijk. Het hoeft net een kutspel als nu. Ja, maar het kan zo snel fout gaan, want er zijn zoveel gevaarlijke plekken. Ik weet niet of jullie het meegekregen, maar iedereen gooit vanaf nu 1. Oh, nee, dat heb ik niet meegekregen. Daarom kreeg je ook 1, omdat ik op zo'n kanskaart terecht kwam. Dat had ik ook niet meegekregen. Maar dat is voor de eerstvolgende beurt alleen, hè? Zeldo Starks. Doe dat eens. Alles eruit. Ik moet nu alweer... Ik sta wel op het punt waar ik moet gaan kijken. Ja. Maar dat maakt niet uit. Als Sander nu weer op land... Sander gooit weer op 1. Als hij twee gooit, is hij fucked. Hij kan alleen maar één gooien. Ik heb net iedere keer gezegd, je kan maar één gooien, omdat ik net zo'n kanskaart had. Hey, van mij mag je naar links, hoor. Nou, de keuze is reuze. Het is alle twee kut. Nou, ja, als je nu één gooit, dan is het GG's. Dan ben ik kapot. Ja, maar hij heeft toch zoveel waarde dat hij dat toch op een of andere manier zou moeten kunnen betalen. Nou, ik denk het niet. Hij moet al zijn stocks dan gaan verkopen. Ja. Je moet op D drukken. Oh ja. Ja, je kan hem gaan buyouten hoor. Om ja, nou, voor ons mag het hoor, maar het is niet heel nodig. Nee, ik was eventjes niet... Jordi, what the fuck ga jij doen dan? Ik ga beginnen aan de rij. Hij gaat zijn tweede rij beginnen. Oh, die is ook kut. Die is fucked ook, hoor. Ja, waarom dat nou weer? Oh, hij heeft nog geen enkele shop gespruced up. Milan onthoudt dat hij dus nog een Monopoly kan krijgen bij jou. Ik weet het. Maar hij heeft niks goeds om met mij te ruilen, dus. Dat is ook het probleem momenteel. Ja. Zo'n min 1. Shit. Over dit kleine stukje doe ik echt heel lang. Ja, maak hem interessant. Ja, zeker. Oké, Sander, je moet nu 680 gold betalen om die shop over te kopen voor een Monopoly. Je hebt wel veel ready cash, dus. Je hebt zelf stocks. Nee, je hebt ook nog stocks daarnaast, ja. Als je kijkt, je hebt twee kruispunten. Ja. Je hebt de linker en de rechter. Ik denk wel dat het slim is. Oh, this game is going insane! Heerlijk! Dit was slim, toch? Om te doen. Ja, ja, ik had het ook al gedaan, denk ik. Je hebt de Monopoly. Ik had eigenlijk meer moeten vragen. Ja. Dat denk ik ook. Dat zat ik ook een beetje te denken van... Oef, ik vind het wel een laag bot, zeg maar. Nou, zoveel pompen, kansen. Pompen, rechts in pompen. Pompen. Nou, hij wil het gewoon dodelijk maken. Ja. Ik snap het. Hij wil het dodelijk maken op dat punt. Alleen... Je gaat er al niet naartoe vanwege jou. Ja. Dus... Ja, maar je moet toch een keer gaan. Ja. Maar dan zou ik toch hebben gezegd dat die rechterboven beter is. Want dan blokkeer je gewoon twee wegen. 1-1-1-1-1. Oh, hij komt gewoon weg, gek. Mark my words, ik ga op die 2300 landen. Dat zou wel geen idee zijn. Ja, je hebt geen keuze, je moet erop landen, Sander.
Nou, hij kan het nu zelf ook gaan kutten. Oh ja, maar je hebt al een zin geld. Hij heeft het geld ervoor. Oh, hij heeft het geld ervoor. Ja, hij heeft het geld er zeker voor. Hij kan stok zeker. Ja. Ja, nu moet je tactisch gaan denken. Wat is slim om te doen? Ja, blokkeer je de linker of blokkeer je de rechter? Onthoud, ik kom van links. Milan, als hij niet op de bank terecht, moet naar links. Of, ja, dat is een beetje afhankelijk van... Wacht, kan ik zien waar je erin staat? Oh ja, daar staat... Ja, daar sta ik. Milan staat iets meer naar rechts. En maar Jordi is onderweg naar de bank, dus hij gaat naar rechts. Dat kan ik ook zien. Milan, die gaat ook naar de bank, dus hij gaat naar links. Maar ik kan nu... Ik zou... Kan ik ook in deze investeren, zeg maar? Ja, okay. Alles wat groen is, kan je in investeren. Tenminste, wat lichtgroen is. Donkergroen niet. Ja, precies. Ik zat op prijs stellen, maar... Ja, natuurlijk zou je het op prijs stellen. Vind je het heel ruk. Wat is slim? Nou, zoals kan ik zeggen, hoe vroeg wil je naar bed? Sorry? Hoe vroeg wil je naar bed? Op zich. Ik ben morgen vrij, dus ik heb alle tijd. Nee. Ik ga morgen vrij zijn. Godver. Ja. Ja, doe maar iets, Sander. Kies er maar één. Nou, ik denk ik. Die wordt 59. Ja, gewoon vol ingaan. Dit is een mooiste goal. Gewoon YOLO. Gewoon YOLO. Jezus. This is going to be fun and exciting. Ja, en kijk, je hebt al dus al €300 opnieuw verdiend omdat die aandelen nu omhoog gaan. Oké. Okay. Nou ja. En nu kan je gaan kijken waar haal je de aandelen uit. Ja, wat is het slimst? Want hier kan ik dus maximaal 5 keer 100 uit krijgen. 105 uithalen. Ja. 105, ja precies. Dan moet ik eentje echt zwaar. Ja, misschien dus deze dan. Maar ja, dan je hebt overal. Ja, maar dan ga je. Je hebt overal stocks in zitten. Dat is het voordeel wat je nu hebt. Ja, dat, daar krijg je maar 6 voor, hè? Per stok. Ja, dus het is even kijken. Wat doe je? Hier krijg ik wel veel voor. Maar ja, dat is ook een monopolie. Dus het is misschien ook wel handig. Ik ga denk ik toch... Ja, je moet hierna alsnog, als je die 5 eruit haalt, moet je nog steeds eruit gaan halen. Ja. Want je zit al steeds op min 886. Je moet sowieso gaan verkopen, Sander. Ja. Ook degene die je niet wil verkopen. Ja, daarom. Ja, daar krijg ik ook nog 100 van. Nou, ik denk dat ik dit moet doen. En naast, je hebt zo meteen een promotie, dus. Hier. 4 en dan ben ik eruit. Dan ben je er al, ja. Top, dan doe ik dat. En doet Jordi ook daarmee pijn uiteindelijk. Ja, daarom. Ik moet toch iets. Gaan ja, ik dacht ik kan niet blub blijven, in principe. Heel slim. Moet je wel hopen dat je er terecht gaat komen, maar dat terzijde. Pompen, pompen, pompen! Ik heb daarvoor geen echt ding of iets. Ja, je zegt tegen ons ook tijdens dat pompen, dan moet je godverdomme. Ja, ik wou het. Pompen met die handel. Jezus. Poesie! I know, maar hier is het ding. I know ook, vind ik ook mooi dat hij dat zegt. Hij maakt geen klote uit hoe je me noemt. Oh. Oeh, ja nou, hoor, precies de bank ook. Goud. Lekker. Had je bezoek. Het zal 1000 zijn denk ik nu. Ja. Net aan 1000. Stocks, stocks. Stokies, stokies. Ja, iedereen, ik wou zeggen, heeft iedereen een Monopoly? Ja. Ja. Bam. Waarom is mijn stok? Oké. Badam-bam. Wacht even. Badam-badam-bam. Badam-bam.
Oh, ik heb voorgevoel dat wij over 3 kwartier nog niet klaar zijn. Ja. Omdat jij nu... Oh, zo close weer, godverdomme! Wat kom, kom je gezellig naast mij, Johan? Ja, ah, gezellig. Met z'n tweetjes. Oh, jullie zijn echt veel op die suits gekomen. Oh, ik hoop te move back, helaas. 5. Wat was het? Oh, ook dan. Dat nog, waar? Nou, kom op naar de bank nu ook in één keer. Nou, heb ik goed voor elkaar. Ja, heel prima, I'll take it. Echt een goede rol. I'll take it. Ja. Want het was echt een perfecte rol. Holy shit. Ik heb alleen bijna echt gewoon geen stocks meer over. Nee, zo. Je moet wel uit gaan kijken, ja. Ja, en daarom. Maar jij hebt de promotie zo meteen. Dus ik heb wel komen. Echt, ik krijg straks denk ik wel echt ziek veel geld. Oh, nou, dit is wel gunstig volgens mij. Ja. Ja, want je krijgt promotie. Yes, lekker. Lekkering. Lekker. 20k om erop te komen. Dit kan echt nog best wel. Dit potje kan echt nog makkelijk 2 uur duren, hè? Oprecht. Mm-hmm. Alleen hebben we dan echt wel Houston, we got a problem. Denk ik. Mm. Want ik moet ook. Ik moet morgen. Mijn wekker staat morgen op 6 uur. Ik vind het helemaal goed. Oef. goed. Dat is uitslapen voor mij nu. Wat voor. Juist als het hoog is. Moest je hier wel komen. Al slim zijn, ja. Gewoon focussen, wat zijn allemaal monopolies en wie heeft nou de meeste ready cash waar het in kan investeren? Denk ik dit doen. Yes! Stalen! 905, dat doet ook wel pijn straks hoor, als iemand erop landt. Ja. Dat hoop ik. Dat het pijn doet. Nou, dan vind ik 20.000 ook nog best wel veel. Hè? Ik vind ook nog best wel veel dat je 20.000 zeg maar... Mm-hmm. Nou, maar komt omdat het een groot bord is. Harm komt best wel in de buurt zo, denk ik. Ja, niet van 20.000, maar die gaat wel echt omhoog zo als hij bij de bank is. Mm. Ik denk dat ik 1200 ga krijgen, hoor. Misschien iets meer omdat ik... omdat ik 2 Monopolies heb en 2 fucking grote shops heb. Mm-hmm. Je gaat echt veel geld krijgen nou. Want jij bent nu level 3 of 4? 4. Oh, ook 4. Ja, 1200. Uiteindelijk, door afgelopen beurt heb je gewoon... Ben je nu hetzelfde level als ik. Ik kom net niet op die 950 terecht, hè? Oprecht. Nee. Net niet. Jammer. Heel goed weg. Ja, volgende kan keer nog steeds, hè? Het kan nog, ja, zeker. Selling the stocks. Hij is nog steeds omhoog, gelukkig. Ik loop echt dik achter. Zo, moet je kijken als je niet op Jordi's ranting komt. Tering. Oh, dat is jammer. Nou, dit lijkt me het minste probleem. 52 gold, de tering, man. Er staat dikwijls als je daar op loopt, ben je bankrupt. Dat is wel heftig. 52. Mm-hmm. Oeh. Ik had liever geen. Joh. Ik had liever 1 of 3 gegooid. Of meer. Ja, Jordi, wat ga je doen? Niet spruzen! Boe. Nee, zou ik ook niet doen als ik Jordi was. Oprecht. Hij doet geen sparretje. Nou, je graf of je graf? Welke kant ga je op? Ik ga toch wel naar mijn graf, denk ik. Ja, maar dat graf is gelasseerd met goud, hè? Omdat ook nog steeds nog deel jouw monopolie is. Ja. Mm-hmm. Ik denk ook dat dat wel sim is. Stastonks. Stastastastonks. Stastastonks. Ja, daar gaat het. Lekker. Begin van de sneeuwbal. I loving it. Pa-da-pa-pa-pa. Volle joh. En McDonald's at the moment. Oeh, is ook nog je eigen monopolie. Lekker reet dit hè, dat weet je. Je kan ook straks op die van mij landen. Ja, je gaat dat kan. Maar ik kan ook. Stop hier. Oeh, je kan nu spruce! Spruce things up, baby. En no more capital be invested. Dat is gewoon mijn geluk.
Mag ik helpen, Sander? Dat mag. Ja, ik denk dat ik gewoon een van die groene naast waar je nu staat zou doen. Omdat ze daar allebei zo meteen heen moeten. Dus die 120 of 170? Oh, wacht. Dingen staat hier ook. Ja. Het gaat ook die kant op. Ja. Ja. Ik kan het volledig vol. This game is getting out of hand. Ah, ik wil meevallen. Ik vind het wel leuk. Ik vind het een leuk spel, jongens. Ah, nee, we hebben nog een persoon in de verslaving. 3. Oh, hij komt er weer net. Jordi, kom weer er weg. Goed bij weg, zeg. Tering. Ja, kan nog steeds fucked zijn. Ja, het probleem is dat je zo één gooit. Dan kan hij wel naar boven gaan. Maar die, dat zijn de suits die hij al heeft. Och, mag ik ook een keer? Wat een feest. Alsjeblieft 4. Gewoon alsjeblieft 4 de volgende. Maar je bent al laatste, toch? Je bent al laatste. Ja. Geef het aan mij. Ja. Iedereen moet nu aan mij geven. Ja, mooi geprobeerd. 2. 3. Suit. Oh, hij kan ook nog, hij had ook nog naar boven. Ja, naar welke suit ga je dan? Ja, dat had ik ook gedaan als ik jou was. Hoezo ga je zo lekker? Oeh. Nou, dan weet je wat je moet doen. Suit yourself is gewoon een joker, maar hij heeft geen ready cash, dus oeps. Oh. Oh, nee, gezellig. Op hier, ja, wat moet ik anders? Oh my god, Jordi, ik kom goed weg tot nu toe. Maar ja, Jordi gaat nu de hel in. Ja, dat is waar. Zo. Ja, en dan ga je nu op die van 1800 of 2800 landen, Milan. Mark my words, nu ga je 4 gooien. Oh, Jordi, ik kom goed weg. Inderdaad. Nou, hoeft niet, hè. Hij kan nog één gooien volgende turn, dan is hij fucked. Denk ik. Hoe zit dat, stel Jordi raakt bankrupt, wat gebeurt er dan met zijn stukjes? Dan is de game klaar. Oh, echt? Pompen, pompen, pompen. Ja, Milan pompen die handel. Hoppa! Let's go! Deze match, jongen. Wat is dit? Ik heb nog nooit zoveel properties boven de rug gezien. Echt nog nooit. We geven Sander wel echt een grote gooi naar de winst, hè, trouwens. Ja, dat verdient hij wel. Ah, dat vind ik lief. Heb je gezien wat die gozer meemaakt in zijn nutslocks? Echt, die gozer geeft echt een ongeluk. Ja, maar is dat niet gewoon onkunde? Ja, klopt. Daarom moet je hem ook helpen met dit spel. Ik moet zeggen, die Omega Ruby ging...